uitleggen hoe een app op je iPhone of je iPad werkt. Nou, dat doe ik heel vaak voor montage-apps bijvoorbeeld. En daarbij film ik dan het scherm van mijn iPhone. Dat doe ik met een functie die daar gewoon op zit en die jij ook kunt gebruiken. En ik krijg daar vaker vragen over. Dus ik dacht, ik leg het uit. Het werkt in 2 stappen. Je moet het eerst instellen en daarna ga je het gebruiken. Ik leg het precies uit in deze video. Ik ben de videovakvrouw en in een land vol onzichtbare ondernemers kun je met je eigen smartphone jezelf een podium geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Abonneer je even op dit kanaal, want ik help je aan de video's die ertoe doen. Wil jij een app uitleggen of vastleggen hoe de buien voorbij trekken op buienradar of een filmpje rippen? Dan kun je dat gewoon doen door een schermopname te maken op je smartphone. In deze video leg ik je uit hoe het werkt voor een iPhone of een iPad. Het kan natuurlijk ook op andere modellen, maar die heb ik niet. Dus vandaag iPhone of iPad. Pak hem er even bij. Het eerste waar je naartoe moet namelijk is het bedieningspaneel. En het is per model een beetje anders hoe je daarin terechtkomt. Op de iPhone SE moet je bijvoorbeeld zachtjes van beneden naar boven vegen op je scherm. Maar op de iPhone 10 moet je van rechtsboven juist naar beneden vegen. Dus kijk even hoe je op jouw iPhone terechtkomt in het bedieningspaneel. Daar moet je de knop voor het maken van een schermopname aan hebben staan. Heb je dat nog niet? Ga dan naar je settings en scroll een stukje naar beneden. Kies dan bedieningspaneel. Daar moet je schermopname aan hebben staan in toegevoegde regelaars. Heb je dat niet? Zoek hem dan even op in meer regelaars en tik op het plusje om hem toe te voegen. Zit de optie schermopname bij je toegevoegde regelaars, dan kan je aan de slag. Ga terug naar je bedieningspaneel en druk op het symbool voor schermopname. Druk die knop langer dan 2 seconden in, dan kom je in de instellingen voor deze functie. Je kunt selecteren waar de opname wordt opgeslagen. Nou, bij mij is dat in foto's. Het handige daarvan is dat je die opname dan ook nog kunt bewerken in een montage-app. Of natuurlijk meteen delen. En hier staat microfoon uit. Dat betekent dat het geluid van je telefoon wel wordt opgenomen, maar als je er iets bij wilt vertellen, dan moet die microfoon wel aanstaan, zoals bij mij nu. Wil je dat, raak dan het symbooltje aan en de microfoon gaat aan. Dan start je de opname en kun je aan de slag. Je ziet linksboven in je scherm aan de tijd in het rood dat de opname loopt. Wil je stoppen, raak dan die tijd linksboven in beeld aan en de opname stopt. Of je gaat terug naar het bedieningspaneel en stopt daar de opname. Heb dan heel even geduld tot de opname goed is opgeslagen in je foto's. Maar dan heb je ook wat. Kende je die optie al en gebruik je die ook? En zo ja, waarvoor? Vertel het me in de comments onder deze video. En kijk vooral meteen door naar deze video. Want daarin leg ik je uit hoe je met een videomontage-app op je telefoon je opnames weer kunt verwerken. Tot een hele mooie video. Gecombineerd met foto's en andere beelden. Ik zie je daar. Dag!